De champagne wordt ontkurkt bij Neptunus. In het 75-jarige bestaan van de club winnen de Rotterdammers voor de 10e keer in de clubgeschiedenis de Europa Cup. In de finale tegen Rimini wordt het overtuigend 5-0. Voor ons is het spannend, 5-0. Maar ja, voor de neutrale toeschouwer is het wat minder spannend. Dat wil zeggen dat we echt veel beter waren dan hun. En dat, ja, dat is klasse. In de Nederlandse hoofdklasse is Neptunus oppermachtig en nu ook in Europa. Voor de tweede maal op rij winnen ze de Europa Cup. Orlando Intema wordt uitgeroepen tot de beste werper van het toernooi. En dat is mooi, want vorig jaar miste hij de Europa Cup nog vanwege een tumor. Yeah, I was not thinking about it because since we find out that it was a good tumor, then everything we left it behind. But yeah, I wanted to do this for myself and for my family and all my teammates. Ik heb getwijfeld of ik hem een publiekswissel moest geven, maar ik denk, ah, laten we maar eerst winnen. En als hij zo staat te gooien, dan krijgt hij zijn applaus toch wel. En dat heeft hij gehad. En als hij dan ook nog beste werper van het toernooi wordt, ja, deed me wat, ja. Een prachtig einde dus van een mooie week die voor Ronald Jaarsma passend wordt afgesloten. Met een andere hoofdprijs.